Er zijn nog heel veel openstaande ressuses. Dit zegt minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning. Afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers. Volgens de bewindsman zijn de ressuses ook schulden die betaald moeten worden. De regering is onlangs geconfronteerd met een openstaande rekening waarvan zij niet op de hoogte was. Gehoopt wordt dat dergelijke zaken tot het verleden gaan behoren, want wij kunnen dit niet meer permitteren, zegt Agaibersing. Je ziet wel dat we, want we denken vaak aan leningen als we praten over schulden, maar die enorme hoeveelheid ressuses die openstaan zijn ook schulden die ingelopen moeten worden. En die mensen dienen zich constant aan met het verzoek om geholpen te worden. En binnen de mogelijkheden die we hebben, lopen we in. En we hebben behoorlijk wat ingelopen, maar we zijn nog niet zover dat we iedereen hebben kunnen tevredenstellen. Volgens minister Agaibersing loopt het goed met de IMF-deal. Deze week zijn er verschillende personen afgereisd naar Suriname om zaken te controleren en waar nodig bij te schaven. Suriname krijgt de volledige begeleiding van het IMF om het programma succesvol af te ronden. Technische missie, dat is dus de missie van IMF waar we mee onderhandeld hebben, onder leiding van de mission chief, meneer Ding Ding, naar Suriname 2 weken, ik dacht 10 dagen om exact te zijn, om gesprekken te voeren en kijken waar we staan en hoe we voort moeten gaan. Ik wil in 1 adem vertellen dat ik goede gesprekken gevoerd heb met toppers van IMF in Washington. En ik heb ze gevraagd om rekening te houden met de situatie in de wereld die op ons afkomt en een stukje flexibiliteit te tonen. En zij zijn zich daarvan bewust. Ik denk dat men heeft toegezegd dat wij die gesprekken samen gaan voeren. Toen het programma ontworpen werd, wisten we niet dat er een oorlog zou zijn in Oekraïne. En dat die benzineprijs zo omhoog zou gaan. En vrachtprijzen van containers en andere goederen en diensten, dus wat we noemen importinflatie, daar worden we nu mee geconfronteerd. Dus ik heb in de gesprekken met de toppers van IMF gevraagd om ook hier naar te kijken en een stukje flexibiliteit te betrachten.